Mocht het Nederlands elftal de kwartfinale van het WK voetbal halen... dan wordt die wedstrijd toch gewoon op grote schermen vertoond. Op zowel de markt als het stationsplein. Die kwartfinale van het Nederlands elftal zou, als Nederland hem haalt... tegelijk zijn met Roze Zaterdag. Dan uh, gaan we een uh, roze-oranje feestje vieren met elkaar. En dan gaan we zorgen dat er schermen komen te staan... op zowel het stationsplein als op de markt uh, tijdens het feestgedruis van Roze Zaterdag. Er is nog lang getwijfeld aan de schermen omdat de gemeente niet precies wist of het verstandig zou zijn om de voetbalsupporters en het homopubliek tegelijk op de markt uit te nodigen. Maar volgens van de nieuwe huizen gaan die twee groepen juist prima samen. Roze Zaterdag wordt een waanzinnig feest. En de helft van de homo's die houdt ook gewoon van voetbal. Dus wat dat betreft laten we daar ook niet te moeilijk over doen. En volgens mij samen supporteren voor Oranje. Uh, er is niks zo verbroedelijk als samen juichen voor een doelpunt van Nederland uh, tijdens de kwartfinales op Roze Zaterdag. Dus volgens mij is het hartstikke goed voor de integratie. De wedstrijd van het Nederlands elftal zou dus samen kunnen vallen met Roze Zaterdag. Dat zou dan zijn op 5 juli.